Wat is het geworden? Ja, Partij voor de Dieren. Nou, kijk eens aan. Goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. Kom erin, zou ik zo zeggen. Misschien willen jullie wel koffie. Zo nou. Ja toch? Ik ben Dolly, ik ben 67. Moet weer over zeker. Ik ben Dolly, ik ben van 1927. Ik stem altijd op de Partij voor de Dieren. Omdat ik het lijden van de dieren gruwelijk vind. En dat wordt alleen maar erger en erger. Een beschaafd land onwaardig om dat te laten voortbestaan. Ik heb gezien dat zo'n zeug daar tussen stangen ligt, op zijn zij, die er alleen maar ligt om die biggen te voeden. Daar word ik koud van. Varkens zijn heel verstandige dieren, die lijden daar vreselijk onder. Maar aan zo'n beest wordt niet gedacht, dat is maar een ding. Nou, dan wil je geld uithalen. We hoeven niet altijd iedere dag vlees te eten, dat hoeft helemaal niet. Dit is vegetarisch helemaal. Doe je maar zo, je zoekt recepten op, vegetarisch. Je krijgt het zo voor je neus, je hoeft er niet eens te denken, oh ja, nou dan koop ik dat en dat, dan ga ik het proberen. Ergens vind ik dat zo'n simpele logica. Moesten jullie nog koffie? Ja, toen het CDA pas was, heb ik daar ook op gestemd. Dat verwatert, als je naarmate je ouder wordt en wat meer na gaat denken, dan ga je toch een andere kijk op een heleboel dingen krijgen hoor. Dat klimaat, dat is zo urgent op het ogenblik. Dat kan niet meer gewoon wachten. Wij verpesten gewoon de wereld op zich. Die aardbol draait wel door, of die nou vergiftigd wordt of niet. Het is gebleken dat wij dat groen en die bomen en alles hartstikke hard nodig hebben om gezond te blijven. Dan hoef je niet met bomen te praten, dat is een andere zaak. De veeteelt moet zo snel mogelijk ingekort worden. Dan krijgen we een beter leefklimaat voor onze kinderen. Kleinkinderen en achterkleinkinderen. Als ik nog weer een verkiezing meemaak, want dat weet ik natuurlijk niet, dan stem ik weer op de Partij voor de Dieren.